En wie mammoet zegt, zegt Dick Mol. Hij bestudeert al zijn halve leven de mammoet, het symbool van de ijstijd. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Dick. Willemijn. Aangenaam. Kom Dag, verder. Meneer Mol. Zo, ik kom meteen bijna niet door de gang. Jawel, dat kan hoor. Ik kan dan zelfs nog door, dus... Heeft u ze nou eventjes nu net hier neergezet voor mij? Of staat dit altijd zo? Nee, dat staat helaas altijd zo. Kom binnen. Niet schrikken. Zo. De huizen zijn tegenwoordig erg klein, dus... Ja. Je kunt beter postzegels verzamelen dan overblijfselen van mammoeten en dergelijke, maar... Ongelooflijk. Helemaal in de keuken ook nog. Ja. Nou ja, wat is keuken? Dit is wel een hele grote. Een dijbeen. Dat herkent iedereen. Dat gewrichtshoofd dat in het bekken scharniert. Ja. En dit is van een zogenoemde zuidelijke mammoet. Hè, want er zijn verschillende soorten mammoeten geweest. Olifanten die ontstaan op het Afrikaanse continent 5 miljoen jaar geleden. En die noemen wij mammoeten. Die spreiden zich uit over het Afrikaanse continent. En 3 miljoen jaar geleden krijgen ze kans om via het Midden-Oosten naar Europa, Azië en Noord-Amerika te komen. En die eerste mammoeten in Europa, dat noemen we de zuidelijke mammoeten. Die zijn in Italië voor het eerst beschreven. En die hadden een schouderhoogte van zo'n 4,20 meter tot 4,30 meter. Dat waren echt hele grote beesten. En dan gedurende het ijstijdvak, dan zien we dat die mammoeten steeds kleiner en kleiner worden. En dan het icoon van het ijstijdvak, de wolharige mammoet met die spiraalvormige gekrulde slagtanden. Ja. Die wolharige mammoet die heeft een gemiddelde schouderhoogte van zo'n 2,60 meter. En die verdwijnt ongeveer 10.000 jaar geleden van het wereldtoneel. Ja. Dan is het echt voorbij. En deze, dit is waanzinnig. Ja, is dit echt? Het is allemaal echt, ja. En ik heb het bekken wat er nog boven hoort te zitten, heb ik ook. Dat ligt op zolder. Ja. Alleen dat past hier niet, want het plafond zit ervoor. Maar wat is dit? Het is een linker achterpoot van een mammoet, van een volharige mammoet. Dat schilderij daar? Ja. Zo was het dus niet, hè? Nee, het is zo dat... De eerste wolharige mammoeten, laten we het daar even over hebben. Ja. Die werden gevonden in onder andere in Siberië, op de bevroren toendra. En toen heeft men die beesten opgegraven. Toen is men die dieren gaan reconstrueren. Toen heeft men gedacht van nou, die hebben hier geleefd. Mm. Maar we zien op alle oude reconstructies van die mammoeten, zien we ze altijd geportretteerd in sneeuw en ijs. Ja, die film, Ice Age. Precies hetzelfde. Ja, ja. Maar dat is van lang geleden, terwijl we weten van modern onderzoek, en dat is ongeveer zo'n 30 jaar geleden begonnen, en weten we dat die wolharige mammoet, een grazer, niet een loofeter, die heeft op een gassteppe geleefd. Het was koud en droog. Dit is heel bijzonder. Dat hebben nog maar heel weinig mensen gezien, want ik laat niet iedereen mijn koelkast zien. Maar dit is een stuk vlees van een mammoet uit Siberië. Wauw. In bevroren toestand. Kijk, en zo ziet dat er ongeveer uit. En dat witte, dat is ijs, hè? Maar dit is gewoon... Je kunt eraan ruiken. Want het is niet bedorven. Het is wel 23.000 jaar oud. Dat is... Ja, het ruikt gewoon een stukje... Een beetje muf, maar... Nou ja, als een stukje varken van de slager. Ja. Het ruikt niet heel anders. Nee. Als u dan ziet dat er nog vlees aan zit, gaat uw hart dan nog sneller kloppen? Ja, dat is het beste wat je krijgen kunt. Hè? Ja. Als je iets met huid en haren hebt, of dat nu die haren zijn, of dat er een dikke laag huid nog aan vast zit en zo. En dit is natuurlijk ook... Ja, het is geen versteend fossiel, hè? Maar het is toch fossiel. Maar de meeste fossielen hier komen gewoon uit de Noordzee. Je vindt overblijfselen van wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, rendieren, reuzenherten, steppenwiesenten, hele grote runderen. Roofdieren als leeuwen, hyena's. En al die puzzelstukjes samen maken het heel mooi compleet. Paleontologie van die ijstijd is eigenlijk niets anders dan een crime scene investigation. Ja. Want je hebt een dood beest en dan wil je weten wie was het, hoe is die dood gegaan, hoe oud is die geweest, enzovoort. Dus ja, dat is gewoon iets wat heel erg boeiend is. Ja.